En nou even iedereen allemaal stil hier in die zaal. We gaan nu eens iets vertellen over Marie Jet. Maar jij hebt ook bij Toon Jansen gewerkt, jullie maar. Ja, ja, zeker. Kijk het gewoon van Marie, dat is nog een opklamen, Toon. Marie, dit was onze duurste vrachtwagen. Waar wij mee begonnen, voordat jij les op kwam nemen bij ons. En toen zei je zei nog een keer tegen jou, onze Toon heeft gebeld. Hij moet de vrachtwagen hebben in Nuenen. Maar ja, je zei wist niet dat jij geen rijbewijs had. Dus jij bent met die vrachtwagen in Nuenen gereden. En komt op de werk en zetten. Met de vrachtwagen zonder rijbewijs. Maar ja, dat kon toen allemaal nog wel. Ja, en dan chat die zit bij ons op de administratie. Hè. Die doet altijd een beetje het papierwerk en zo. Post heel slecht. Ja, en dergelijke. Boekhouden doe jij. Ja, boekhouden. Nee, een account is gewoon naar rond de augustus. Wij hebben verschil tussen account en boekhouden. Ja. 300 per uur. Ik weet het ook niet wat. Maar als Cor net zo goed telt, zeg maar met de rekening als met golven, zit het goed. Met de golven telt hij altijd te weinig. Marie Jet, ik zit hier als eerste accountant, denk ik, van jullie bedrijf. En ik heb jullie vanaf het begin tot heel lang van jullie bedrijfsvoering mogen begeleiden, totdat ik zelf met pensioen ging. Jullie succes was voor een belangrijk gedeelte debet aan datgene wat jullie zelf hebben uitgestraald als familiebedrijf. Marie had het stuur in de hand, Jet zorgde voor de boekhouding en ze stapte van het ene succes naar het andere succes. Dus van het hol in feite naar de Koolse Heide toe. Dat ik daar een onderdeel van ben geweest in een adviserende rol, daarvan kan ik genieten, omdat ik heb gezien hoe succesvol jullie in feite die groei hebben doorgemaakt. Je bent er met de afroom, hè? Hier, onder. Piet Hunter. Die zit op zitten, presentator. Fons heeft Marie wel vrienden. Ja, natuurlijk heeft Marie vrienden. Ja, noem er eens. Heel veel. Henry Bulk, dat is een goede. Dat wordt je al op vakantie. Nee, die ken ik. Ik ken eigenlijk geen vrienden van Marie. Ja, jij toch? Ja, ik ken jouw eigen vrienden wel. Nee, ook niet. Nou, zo'n 30 jaar geleden heb ik Marie voor het eerst ontmoet op de golfbaan, de Gulberg. Dat was toen een kleine vereniging. Marie en ik zijn er allebei op les geweest en allebei onze GVB gehaald. Toen we daar hadden, zijn we regelmatig op zondagmorgen bijvoorbeeld gaan golven. En we maakten dus een keer mee dat Marie liep in zijn spijkerbroek over de baan. En het duurde niet lang of de marshal kwam en die maakte daar een opmerking over van ja, dat is niet de bedoeling om in een spijkerbroek over de baan te lopen. En Marie die heel hard remde, zei hij, nou, dan probeer mijn mas van die baan af te halen dan. En hij had zijn drijver, had hij al in zijn hand. Dus die marshal, die was er weg van. Ik denk, daar wordt mij de maat. Daar zie ik wel zitten met hem. Daar hou ik van. En ja, Mark, want jij zit er al zo lang. Wie zijn jullie oude trouwe klanten? Die heb ik ook een paar, maar je zal ongeveer ook een paar hebben die al. Ja, zeker. Van Diese Keukens, dat is een klant van het eerste uur. Waar komt die uit? Veldhoven. En wat beurde dat zo op een jaar van? Zit hier nou toch als jongens onder? Ja, wacht. Ja, Marie en ik hebben allebei heel veel gelijkenissen. We zijn allebei in een oud schuurtje begonnen, zoals ik ook en Marie. En de tijd dat ik Marie leerde kennen, kwam ik in een loods bij hem terecht, in de Hufkes. En ja, ik verbaas me nog steeds als ik zag dat al die materialen, hoe dat door elkaar stond. Dat we daar toch één keer heel veel konden krijgen. En prompt, het klopt altijd. Wij konden een prachtige keuken maken en we misten nooit iets. En dat was eigenlijk bij ons ook het geval. We stonden in een klein schuurtje te werken en het lukte en het ging. En zo zijn we eigenlijk samen in de loop der jaren zijn we verder gegaan. Marie heb ik eigenlijk beter leren kennen door mijn bouwgracht. Hoezo? Iedere week moet ik daar een pallet binnen gooien. Nee, dat is onzin. Maar we hebben elkaar beter leren kennen door mijn bouwgracht, ja. En daar ben ik heel blij mee. Ah. Het is nou zo dat ik zelf op een bouwgracht begin te lijken. Zo hebben wij elkaar leren kennen. Ik kwam als jongen bij ons. Ik denk rond de 15 jaar. Toen ik bezig was. Hij heeft mee opgelopen. Ik ben bij ons komen werken.
Eerst op de kraan, dan mede met de vrachtwagen. En zo hebben wij ons bedrijf samen opgebouwd. De duurste jaren hebben we bij ons gezeten. Later hebben we ook nog eens een keer een busje naar de stortplaats moeten brengen. Als schafkeet. En daar had ik achter de loader hangen bij mij. En jij zat allemaal te zwaaien dat het harder moest. Maar ja, ik wist niet dat jij jouw voorwielen verloren waard. Dus we kwamen nu naar hen zonder voorwielen. Maar het is toch allemaal goed gekomen. Hij gaat alleen een beetje zweten in een andere stad, maar verder ging het wel mee, hoor. Ja. Roséavonden. Dat is de jeugd, hè. Dat was ook heel gezellig, de roséavonden. En Marie thuis met Pierre van Ede en Hans Waterschoot. En... Geen namen, maar Piet. Waarom niet? Dat kan je maken. Kijk, bij de politie tegen de laatste tijd. Nee, maar Bart van de Pruijven, je kent zomaar geen namen. We hebben samen nog wat meer affiniteit doordat ik ook 40 jaar geleden begonnen ben in 1979 en Gulli ook. We hebben nog wat meer overeenkomsten. Jij het hobby in tuinieren. Als je afgewerkt bent met de spuiterij. Ja, ik heb dan geen hobby in keukengrasjes spuiten als ik klaar ben met mijn tuintjes maken. Dat is dan wel weer het verschil. De kracht van dit bedrijf, dat zit met name ook in de familiesfeer. Mari aan het stuur, Jet de boekhouding en vervolgens komt daar Ruud en Koen bij als twee zonen die klaargestoomd worden om het bedrijf over te nemen. Officieel werken denk je, even goed nadenken, ja, kan 35 jaar. En we beuren eens op een man dan. Ja, we zijn toch onder elkaar. Ja. Nee, dan mag ik onderhand wel beloond worden. Ja. Ja, waarom wij al zo lang klant zijn bij Spuiterij Jansen, is dat Spuiterij Jansen met ons meedenkt. Ze leveren een uitstekende kwaliteit, wat wij ook graag willen voor onze klanten. Maar ook als er problemen zijn, als er serviceproblemen zijn, dan staat Mari Jansen, Spuiterij Jansen, altijd klaar voor ons. En dat is iets wat wij zeer erg waarderen. Dus buiten de kwaliteit en de service, dat is ook het succes van onze firma. En ik denk ook het succes van Spuiterij Jansen. Maar wat ik jou ook zo bewonderd is jouw gedrevenheid, dat jullie zoveel, 6 dagen per week werkt. En dat je niet alleen in jouw bedrijf hebt gedrevenheid, ook als je op stap gaat, ben je zeer gedreven. Want je zult het tot laatst toe volhouden, tot iedereen weg is en omgeflikkerd is, dan zit je er nog. Ik vind het prachtig, zo'n mens die zo van het leven geniet en van zijn werk geniet. En nogmaals voor de verhulde organisatie van jullie bedrijf en de jongens erbij. Chapeau. Als ik dan naar de toekomst kijk, dan denk ik dat het bedrijf staat als een huis. Maar een huis is eigenlijk nog te zwak uitgedrukt. Het staat als een kasteel. Het staat namelijk met een fantastische opvolging van twee zonen die het bedrijf verder zullen gaan uitbouwen. En verder zullen gaan werken aan het succes waar in feite Mari en Jet de grondslag van hebben gelegd. En als ik jullie privéplaatje met jullie zakelijk plaatje zou kunnen inkleuren, dan staat er een fantastisch kleurenpalet wat ook geweldig past in jullie kleurenmuseum zoals jullie dat kenbaar hebben gemaakt op jullie kaart. Geweldig. Dankjewel dat ik er onderdeel van was. En ik kan wel zeggen dat ik trots op jou ben, hoe jij het allemaal voor elkaar hebt gebokst in die jaren. Ik heb de kinderen mee op zien groeien, met Jet goede contacten, altijd hartstikke goed en leuk. En je hebt een prachtig bedrijf met een paar prachtige zonen erin. Dus chapeau. Ja, ik weet nog goed dat ik altijd in Nuenen kwam op de Hufkes. En even een bakje koffie deed bij Marius. Maar ja, ik kon nog niet fatsoenlijk op de stoel zitten, zo weinig ruimte had hij. En toen hebben we toch onderhand dus gezegd, Mari is niet verstandig dat je onderhand dus iets onderneemt en een keer opnieuw gaat bouwen, dat je een stapje verder zet. En daar hebben we hem toch zover gekregen dat hij erover na is gaan denken en zijn nieuwe fabriek is gaan bouwen. En daar heeft hij een supermooie ontwikkeling en een grote stap mee gemaakt. En daar mag je rustig heel trots op zijn. Met beide zonen hebben ze nu een mooie toekomst die ze verder kunnen ontwikkelen. Nou, Mariette, proost. Koen, Ruud, proost. Proficiat met deze geweldige
jubileum. 40 jaar jubileum. Ja. En succes met die mannen dat die het zo geweldig over gaan nemen. Ja, die kunnen er wel. En wij wensen jullie heel veel succes. En goede gezondheid. En, juist. En goede gezondheid van Piet. Proost. Proost. Lieve Marie en Jet, naast het hart voor de zaak hebben jullie natuurlijk ook een heel groot hart vol liefde voor jullie lieve twee kleinkinderen. Waar wij heel erg trots op zijn. Om zo te zien hoe jullie opa en oma zijn. Opa en oma zijn. En hoeveel zorg jullie. Altijd voor ons klaarstaan en we hoeven maar te bellen en jullie zijn er. En omdat we ook regelmatig samen eten, zien we ook hoe erg jullie genieten van de kleinkinderen. Opa en oma, opa en oma. Het is prachtig om te zien hoe jullie genieten van ons en onze kinderen. Hoe is het nou op, man? Ja, je moet even opnieuw. Jullie zijn altijd voor ons klaar. En genieten. Oh, godverdomme, man. Ja, maar nou wordt het moeilijk, hoor. Nou wordt het moeilijk. Ons pa die komt eraan, hè. Lieve pa en ma, in 1979 begonnen in een schuurtje aan huis. En kijk waar we nu staan. Een supermooi modern pand aan de Koolseheide in Nuenen. We zijn enorm trots en ook dankbaar dat wij zo'n prachtig bedrijf als wat we nu hebben voort mogen zetten. En ja, je merkt ook dat de familieband dat die, zo ontzettend hecht is, omdat we eigenlijk met z'n allen heel de week samenwerken. Het is voor ons een voorrecht om dit te mogen meemaken en we genieten er enorm van. Niet alleen op zakelijk vlak enorm succesvol, ook de opvoeding die wij van jullie gehad hebben was super. Jullie zijn altijd voor ons en onze kinderen klaar en we vinden het prachtig om dit te zien. Lieve pa en ma, bedankt voor alles. Laten we met z'n allen het glas heffen op jullie.